Een hele goede morgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Are en Ik voorzie jou vandaag van een nieuwe weekly outlook. We gaan het vandaag hebben over de laatste nieuwtjes van afgelopen week. We gaan kijken wat wij natuurlijk deze week kunnen verwachten. En dan praat ik over Bitcoin, Ethereum, Sol en Ripple. En we gaan natuurlijk nog kijken welke pre sales interessant zijn. Mocht je dat in ieder geval leuk en interessant vinden dat wij dat gaan behandelen, smash die duimpjes omhoog. Laten we niet lang wachten. Laten wij beginnen. Let's go. Zo, maar allereerst aangekomen natuurlijk bij de Forex Factory kalender. Um, kunnen wij deze week nog wat interessants verwachten? Um, nou ja, we zullen dinsdag. Zullen we wat CPI cijfers krijgen? Um, woensdag. Zullen we ook uh, de PPI-cijfers krijgen? En donderdag. Zullen wij de unemployment rates krijgen? Dit kan een kleine invloed hebben op de cryptobeurs. Maar de laatste tijd valt dit nog best wel mee. In ieder geval, goedemorgen. Bitcoin, zoals hier ook staat op het artikel van Bitcoin Magazine, Robert Kiyosaki deelt zijn inzichten over Bitcoin en is erg bullish over deze asset, maar niet alleen over Bitcoin. We kennen hem natuurlijk voor goud, zilver en Bitcoin en hij ziet uh, het heel positief in voor aankomende jaren, gezien hij suggereert dat goud 75.000 kan worden, zilver 60.000. Kan bereiken in het geval van een wereldwijde economische crisis. In een specifieke projectie verwachtte hij dat Bitcoin tegen 2025 zelfs tegen een 500.000 euro kan zijn. En dit zijn natuurlijk wel gigantische targets, um, als je het mij vraagt. Maar goed, um, we weten nooit wat de economische onrust met zich mee gaat brengen. Bitcoin op de rand van een record de boeren indicator duikt op na 8 jaar en dit vind ik toch wel een heel 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 positief nieuwtje. Is namelijk de grootste boeren ooit in de maak. En zo gaf cryptoanalist L Crypto Prof op 10 november op uh, X aan dat er een nieuw flash indicator is afgegaan. En we zien hem hier in deze afbeelding in 2016 op de monthly timeframe, dus op het maandelijks tijdframe. Is hij ge, uh, afgegaan? Toen bleef het nog wel 1, 2, 3, 4, zeg 5 maanden nog zijwaarts. En toen, vanaf dat moment, begon de run. Nou, stel je voor, nog nu nog 5 maanden zijwaarts. 1, rood. Dus hier 1, 2, 3. Nou, dan zou je komen dat we met de halving misschien een dump zullen gaan krijgen. En dan uiteindelijk een, 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 ja, een, een run gaan krijgen die niet meer te stoppen is. Dat is een beetje wat uh, onze crypto expert suggereert. En dan hebben we het natuurlijk over een run van, nou ja, gigantische veel procenten. Maar goed, zelfs geeft hij aan dat in context boven een SMA Simple Moving Average 20 blijft op het maandelijks tijdframe. Die zit nu rondom de 24.000. En dat zou dus ook betekenen dat bitcoin daarboven moet blijven. Zou dat zomaar kunnen dat we van de 4 door kunnen gaan? Zeker weten. Alleen ik hou wel in mijn achterhoofd, zelf hou ik in mijn achterhoofd, dat er nog een gap ligt bij 20.000. Al is het een weekje. Um, en dat we daarna alsnog op de maandelijkse timeframe. alsnog boven die 24.000 sluiten. Oftewel alsnog boven die Simple Moving Efforts 20. Dus een wik zou zomaar wel kunnen. Maar zolang we erboven blijven met closings, is er gewoon. Een mooie uptrend in de maak. Ripple CEO onthult waarom Amerikaanse banken crypto schuwen. Ripple CEO Brad sprak onlangs over de houding van de Amerikaanse overheid ten opzichte van cryptocurrencies tijdens de DC Fintech Week Conferentie. Waarbij hij een aanhoudende uitdaging benadrukte waarmee de crypto-industrie wordt geconfronteerd, ondanks. De juridische overwinning van Ripple tegen de Amerikaanse Security Exchange. Commission Garninghouse merkte op dat de Amerikaanse banken terughoudend blijven om volledig met cryptocurrencies te werken vanwege de voortdurende vijandige houding van de overheid, zoals aangegeven door de OCC. Hij benadrukt dat deze terughoudendheid van banken voortkomt uit de perceptie dat. Ondanks de overwinning van Ripple, de bredere regelgevende omgeving in de VS nog steeds onvriendelijk is tegenover crypto. Ondanks deze uitdaging blijft Garlinghouse optimistisch over het potentieel van de VS in de crypto-industrie. Hij gelooft dat Amerika nog steeds een kans heeft om een leider te zijn in dit gebied. Hij waarschuwt echter dat met elke dag die voorbij gaat een andere markt aantrekkelijker worden voor ondernemers en dus groeimogelijkheden in de crypto-sector waardoor het vroege voorsprong en het aandeel van de VS in de wereldwijde cryptomarkt mogelijk zo gaan afnemen. En nog een bizarre ja, bizarre rechtszaak is aangespannen en dat is maar liefst de rechtszaak van FTX tegen Bybit voor maar liefst 950 miljoen dollar. De FTX heeft namelijk een nieuwe stap gezet in de poging om fondsen te herstellen na de ineenstorting vorig jaar. Het bedrijf heeft een rechtszaak aangespannen tegen zijn voormalige concurrent Bybit en twee van zijn zakelijke filialen. De eis een teruggave van meer dan 950 miljoen contanten. De aanklacht stelt dat Bybit druk uitoefende op medewerkers van FTX om hun opnames sneller te verwerken dan die van andere klanten ongeveer een derde van het totale bedrag van zo'n 327 miljoen zou tussen 7 november en 8 november zijn opgenomen, een periode waarin deze service eigenlijk gepauzeerd was. FTX dat in november 2022 faillissement aanvroeg, heeft de totale waarde van de activa op 1 november geschat, geschat op 953 miljoen. Bybit dat zichzelf beschrijft als de meest betrouwbare cryptocurrency-exchange heeft nog niet officieel gereageerd. Nou. Eerlijk is eerlijk, <laughs> ik, vind, ik vind dit wel een beetje een trieste aanklacht. Dat is mijn mening, omdat hun de, orde, de boel niet op orde hebben. Um, en en ja, door de VIP-lidmaatschap, wat Bybit VIP uh, natuurlijk had met FTX, um, uh, hadden hun de afspraak al van tevoren gemaakt dat als er wat zou gebeuren, dat hun daar dus ook eerder bij zouden mogen. Nou, dat hebben ze dus uh, hebben ze ook gedaan. Maar ik denk dat ze dit ook moesten doen. Want als en FTX klapte. En Bybit klapte. En nog wat andere exchanges die ook samenwerkten met FTX klapten. Dan, dan, ja, dan was het heel naar geworden. Dus ondanks de aanklacht. Ik vind het een beetje een, 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 ja, een trieste poging. Ik, ik, ik. De kans van lagen zie ik heel klein. Um, want ze hebben van tevoren hier al over afspraken over gemaakt, namelijk hé, zoals hier staat: speciale VIP-voordelen. Um, Zo'n onderhandelingscontract hadden ze met elkaar. Dat als er wat gebeurt, dat ze dus in ieder geval voorrang zouden hebben. Nou, dat is logisch. Um, en nu willen ze gewoon het hele bedrag terug, terwijl het bijwit zijn bedrag was. Maar goed, ja, het is wat het is. En, uh, ik, ik zie de kans verslagen. heel. Cryptobeurs Polonieks gehackt, ik. 63 miljoen uit de wallet gehaald. De rumoeren gingen rond en inderdaad, we are currently investigating the Polonieks hack incident. Zo so, geeft Justin zijn aan. Additionally, we are exploring opportunities for collaborations with other exchanges to facilitate the recovery of these funds. Oftewel, hij geeft wel aan dat het zo is. Ze zijn aan on het onderzoeken hoe het kan. Um, en ze zoeken eigenlijk nu samenwerking met andere exchanges om uh, het gat op te vullen. Um, en dit kan zijn door een terugbetaling. Dit kan zijn door misschien zelfs um, ja, bedrijven die gewoon hun tokens daar hadden. In ieder geval uit de eerste analyse van de adressen. Ieder adres blijft volgens de beveiligingsbedrijf Paxial dat er al 360 miljoen is opgenomen. Terwijl de uitstroom van cryptovaluta daar nog altijd doorgaat. Je kunt het zelf ook zien op Etherscan, oftewel um, alles staat gepauzeerd, je kan niks opnemen, maar toch blijft er geld uitgaan. De beurs schrijft op X, onze wallet is opgezet vanwege onderhoud, we zullen onze trades bijwerken zodra deze opnieuw is ingesteld. Dus ondanks dat um, deze beurs sinds 2014 um, uh, haar diensten op de cryptomarkt verschaft, dus nu niet kan withdrawen, blijft er toch maar geld uitgaan. Uitgaan. Inmiddels is het bedrag al naar 114 miljoen gestegen. Ja, is het, zijn het, is het een andere vlucht? Is het eh, iets dat ze van hot naar koude wallet aan het schuiven zijn? Dat kan allemaal, maar in ieder geval vraagt ze wel Justinson vraagt wel om hulp van Recovery of these Funds. Dus ik weet, ja, hij geeft wel aan dat dat dat, dat ze gehackt zijn en misschien zijn ze nu wel daarom ook alles aan het verplaatsen. Uh, maar niet dat dat hele bedrag gehaakt is, want ze willen gewoon alles in één keer snel veilig sellen. zetten. Sorry. Bitcoin pump aftermath. Gaat Bitcoin nog stijgen? En welke altcoins gaan exploderen in de nieuwe crypto rally? Um, nou ja, Bitcoin, gigantisch positief. We gaan straks natuurlijk uh, de TA loslaten op Bitcoin, Ethereum, uh, Sol en Ripple. Maar vooral gaat Bitcoin stijgen. Nou, dit artikel is gebaseerd op uh, vooral fundamentele analyse op basis van de halving. Ik neem jullie straks mee in um, uh, op basis hoe ik er naar kijk. Uh, mocht je in ieder geval um, het artikel lezen, over, Of willen lezen over de halving. Hieronder in de omschrijving staat deze. Maar wat vooral even interessant is, altcoins die eventueel naar de moon kunnen gaan, zijn de pre-sales uh, Bitcoin ETF, BTC ETF, um, een, een een nieuwe altcoin. Um, die eigenlijk gekoppeld staat straks aan alle eerst ETF's, maar ook gewoon aan alle ETF's. Dan hebben we volgens Bitcoin Mindtracks, Meme Combat, TG Casino en Launchpad XIZ. Nou, Bitcoin ETF, de recent gelanceerde Bitcoin ETF token, heeft afgelopen week aanzienlijke aandacht gekregen bij de lancering van de prisio. In enkele dagen is er al meer dan 120.000 opgehaald en het lijkt er op dat er binnen weken zijn eerste streefdrag van 420 kan behalen. Staking mechanisme van de Bitcoin ETF stelt investeerders om passief inkomen te verdienen. Dit kan door tokens langdurig vast te houden in een smart contract van de staking pool. Het project waardeert loyale investeerders met aantrekkelijke beloningen. Nou, en wat verder de use cases. Ik zou zeggen go check it out. Hieronder in de omschrijving staat de link naar de website. Binance niet meer de grootste derivatenbeurs. Maar CME neemt de eerste plek over. En ja, de CME, daarom vind ik het gewoon een hele belangrijke chart. De CME ook wel de, de, ja, de, de exchange waar de uh, institutionele beleggers dus ook op actief zijn. En het staat hier ook hè. Open interest on CME futures just surpassed Binance after that flush. The institutions are... Here. En dit laat dus wel zien dat, uh, um, nou ja, dat we een duidelijke switch aan het zien zijn in de markt. Um, waarin Binance natuurlijk gefocust is op de particuliere belegger en CME op de instituties. En we zien nu zelfs dat uh, de instituties uh, een flink groter marktaandeel hebben. Goed, dan is het tijd voor een stukje technische analyse. En yes, ja, nogmaals, um, mijn chart is na. Wat was het? Vrijdag niet heel veel veranderd. Vrijdag hadden we eigenlijk deze driehoek besproken. Hè? Die zo nu hier nu staat. En eigenlijk ben ik daar nog steeds voor in. Um, dat betekent ook. Nou, je ziet, ik schuif een klein beetje weg. Um, dat betekent ook dat we vandaag een kleine drop kunnen zien. Misschien naar 36.300 tot 36.000. Um, in ieder geval. Um, Geldt dus ook hetzelfde regeltje zoals we vrijdag hadden besproken, en dat is zolang uh, Bitcoin boven de 35.500 is, zolang hij daarboven is, um, ja, kijk ik dus omhoog. Dus ik wil een Bitcoin gewoon hierboven blijven en um, mag best nog een weekje daaronder zien, zo maar niet dieper. Um, op het moment dat we deze blauwe box houden of de driehoek trendlijn houden, in ieder geval zolang we deze zone houden, kijk ik dus zeker voor nog een push naar de 39 of 40. 1000 dollar per Bitcoin. Dat wil ook zeggen verliezen wij 35.500. Ja, dan weten we wat er te wachten staat. Ik zal even kijken waar onze chart is, want die chart moet er natuurlijk ook zijn, dames en heren. En dat is de chart. Nou, die is er dus niet meer zie ik. Kan hem even niet zo 1 2 3 vinden. Maar dat is de chart dat we hier in een ABC zitten. Um, dat we een, een, een expanded flat kunnen gaan maken. En deze gaat eigenlijk in um, wanneer bitcoin onder de 35.500 komt. Wanneer bitcoin hier onder de 35.500 komt, ik zal die even weghalen. Uh, verwacht ik wel dat uh, we in ieder geval weer kunnen zakken naar 33.500 tot misschien zelfs 32.500. En dit heeft te maken met een expanded flat. Maar dit gaat alleen in wanneer 35.500 verliest. Dan pas zie ik dat we in ieder geval deze onderkant kunnen gaan opzoeken. Maar dan vanaf daar alsnog ja, hoogstwaarschijnlijk een bounce zullen waarnemen. Zo. Dat ze dit gaan zien. Dus dit is een beetje mijn weekly outlook. Zolang Bitcoin boven de 35.500 is, is dit gewoon wel mijn main plan, hoor, dames en heren. Dus groen is het zeker. Goed, gaan we een blik werpen op Ethereum. Ook Ethereum, uh, dat plan staat nog steeds. Is nog precies hetzelfde. Het enige wat mij is opgevallen is dat we hier een impulsieve beweging naar beneden hebben gemaakt: 1, 2, 3, 4, 5. Um, en dat zou betekenen dat we wellicht hier een zigzag kunnen gaan waarnemen. Dat zou betekenen dat we vandaag en morgen wellicht in deze B-wave kunnen gaan zitten. Um, dit hoeft niet in samenhang te gaan met Bitcoin, want de correlatie is daarin toch wel een beetje zoekende. Uh, of Ethereum gaat later of um, gaat alleen. Dat zien we ook wel. Um, daar hadden we van de week ook Ethereum hier gigantisch hard door het dak. Terwijl Bitcoin eigenlijk al was en dus meer stabiliseerde. Uh, maar in ieder geval voor nu zie ik dat uh, Ethereum voor mij nu in een B-wave zit vermoedelijk. En dat we daarna alsnog even die 0.5 gaan testen van 1984 dollar. Dus waar ik naar kijk voor Ethereum. Um, simpel gezegd. Is dat we een kleine stijging kunnen gaan waarnemen vandaag dan waarschijnlijk weer een kleine afgrond kunnen gaan waarnemen. En dan alsnog deze W4 hebben gezet. En daarna alsnog nieuwe highs kunnen gaan maken. Bij de 2200 dollar. Ongeveer plus minus zal dit er zo uitkomen te zien. Alright, Gaan we door naar onze XRP. Ook XRP, ja in principe hetzelfde verhaal. Um, moet hij wel nu echt wel aan de bak hoor. Zit echt op zijn randje support. Maar um, ook hier zien we een, een, een prachtige ABC-beweging voor nu in. Um, je kan hier zelfs ook een trendlijn intekenen zo. En je ziet dat er een uitbraak om de hoek is. Um, ik verwacht ook voor Ripple eigenlijk nog één push. Um, en deze push kan ja, misschien zelfs eerst met even de loop pakken en dan alsnog zo gaan. Maar in ieder geval verwacht ik nog steeds de ene push. Ja, wellicht naar de 75 cent tot 81 cent. Wil ik je wel benadrukken, wanneer Ripple onder de 60 cent is, ja, dan zou ik wel bearers worden. En dan gaat het wat hoger tijd voor een plaatje in. En dan zou ik wellicht kunnen waarnemen dat uh, misschien toch al de top wel hierin is, waar we nu zijn geweest. En dat we, hè, dan ga ik hem nog meer uitzoomen om even een beter perspectief te schetsen. En dat we in deze hele grote driehoek zitten. En dan heb ik het over de driehoek van deze oranje lijnen. Um, en dan, ja, dat we dus hier een afkoeling zien. En dan hier ABC, ABC. En dan hebben we hier onze trendlijnen. Dus wellicht zou dit het grote perspectief kunnen zijn. Um, wanneer Bitcoin of Bitcoin Ethereum wel onder de 60 cent komt. En ingezoomd zal dat er ongeveer zo uitzien. Maar zolang dit level houdt, kijken we natuurlijk nog steeds naar die ene push omhoog. Goed, gaan we naar de laatste voor vandaag. En dat is maar liefst onze Sol. Want deze is afgelopen dagen ook heel erg hard gestegen. Ik zal heel even snel kijken of ik daar snel bij kan. Ja, Sol, Sol, Sol. De boelcase. Hier is de boelcase. Deze hadden we gedeeld um, van het weekend. Nog even in mijn eigen Discord-kanaal. Uh, Discord Wil je daar lid van zijn? Uh, ga dan naar het cryptohuis.nl. Maar in ieder geval uh, hadden we deze nog even gedeeld. En uh, hoe ik het er voor nu uitzie, is dat Sol nog één push kan gaan maken naar de 68 dollar. En vanaf daar, uh, uiteindelijk. En hier kan hij nog wel even range. En vanaf daar dan ook een wat grotere 4 gaat maken. Um, voordat hij verder omhoog gaat. Dus voor nu zie ik Sol in, ja, zie je het als uh, zolang Sol boven, ja, het klinkt heel hard hè. Maar zolang Sol boven de 34 of 38 dollar is, ja, ben ik positief op Sol. Uh, maar ja, op korte termijn zou die best nog een push kunnen krijgen. Uh, maar vanaf daar verwacht ik eigenlijk wel een beetje op deze manier de W4 afkoeling. En als we hem dan ook wat uitzoomen, zie je hoe de structuur van Sol eruit ziet. En zou die eigenlijk best wel nog. Voor een langere periode door kunnen stijgen, misschien zelfs naar de 100 dollar. All right, lieve mensen, dank je wel weer voor het intunen. En mocht je na nou het zien van deze video nog vragen hebben, let me know. Wens ik jullie natuurlijk het beste voor het beste. En tot in de volgende video. Ciao, ciao.